Ik heb het. We hebben het allemaal een paar van genomen. Onze positie, onze energie. Schouderzak eruit. Ook nog een keer. Als ik het niet gehoord heb, moet dat doen. Hier is mijn hoofd. Ik kom in de licht, ik moet nu een paar zorgen. Ik doe maar achter mij, niet voor haar, maar door hier haar. Nu loop ik richting schouders naar mijn tippen naar haar bovenbeen. Ja, ik probeer het draaien. We zijn een perfecte Jordan. Maar dat was nog niet de bedoeling. Thank you.
Kan ik dat iets verder zetten, want soms heb ik dat peert niet. Hè? Oh, maar dat is niet meer belangrijk. Allez. Dat is zo mal in het bos geweest. He. Als ik het niet vind, moet ik maar zeggen. Hoor. Kijk hem maar. Dat is leiderschap. Hè? Oefeningen in leiderschap. Haar lippen op elkaar heeft, dat wil zeggen dat ze... Thank you.
Zou je ook bij graag doen, Elise? Ja. Nou, ik heb een lesje apart, hè. Is jullie, hè? Hé? Is jullie, hè? Hè? Dat ze goed mee een paardje kan omgaan, hè? Hé? Ja. Oh ja. Ah ja, 43. Ik ben nog even loslang. Ik ging naar de rustzone bedoelen. Rook ik eruit. Die stap en eraf. En ik kon een paar dingen zeggen. Niet blokkeren wil zeggen dat je die naar voren loopt en op haar schouders. Puur puntjes. Als ze naar roeren beginnen te gaan, te bekijken van, dus hier is het goed mee naar achter. Altijd hier of door. En al juger. Als ze daar loopt en als je nu afkomt, bij haar is het bijvoorbeeld, hè? En je wil draaien, beslissen, hè? Ik ga draaien, loop naar daar, ondertussen wissel je lijn en je blokkeert. Niet wegkijken, hè? Zo. Als ze draaien en je zit terug weg. En je pakt ze niet. Ik zou dat nog niet eens een keer afzetten. Een ander. Ja. Wat moet ik dat nog doen?